website met VLS. Coach van onder andere Robin Lachler, Tering, Robert Jolok, Roem Lofspaard. Lieke Wouden, Eva Tamika, Joran Barens. Allemaal in vorm? Nou, niet allemaal in vorm, maar ze hoeven hier ook niet allemaal te pieken. Oké. De vorm die je verwacht had? Nou ja, bijvoorbeeld Rieneke en Lieke. Lieke is echt gewoon wat ik verwacht had. Rieneke is vermaat, maar ik zou zeggen. Loes, Loes van denk ik is ook nog natuurlijk. Die is net lid bij ons, maar al traint al een jaar met ons mee. Ja, die doen het echt bijzonder goed, boven verwachting. Want die pieken in Sheffield en die doen het eigenlijk heel goed. Dus, we gaan niet meteen. Gewoon even door. Ja. Oké, meeste aansprekende prestatie? Ik denk Rieneke, 200 vrij, 2-0-0. Dat vond ik erg goed. Of de Filipisse, want die was ook wel erg goed. En dan heb ik het over mijzelf. Ja, ja, best wel top. 4-50. Dat is allemaal het oude kampioenschapscore en iets boven het Nederlands score. Dus, ja, dat zijn voor mij wel de meeste van. Kleine tegenvallen? Robert Jolok, maar die zat met zijn voorbereiding heel erg in de groei. Antibiotica, dat was zijn piekmoment, dus niet uitgekomen. Niet op alles, dus dat is een beetje tegenvallen. Volgend doel, je zei het zelf al, Sheffield? Sheffield, van een aantal 1K sprint. Ewout stunt aan time trial voor de EK Quick Baan, dus dat is voor hem een piekmoment. We hebben een wedstrijd in Darmstadt, we gaan een aantal nog even uitzwemmen. En voor Rieneke en Loes zijn we in Sheffield. Kom nog door naar Leeds voor de korte baan. Ja, je bent goed geïnformeerd. Ja. En daarna een week vakantie. Daarna hebben ze 2 weken rust en dan beginnen we weer. Doen we volgend jaar? Gewoon met AZ nog in de breedte gaan groeien, hogere scoren, goed in de competitie doen. Zorgen dat er vanuit de minioren nog meer talent komen. En die top, die jobzwemmers zeg maar, die moeten internationaal zwemmen. EK volgend jaar. EK zou mooi zijn. WK kort wel. Klinkt goed? Ja. Dat is succes.